Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Je bent nu live, hè? Je kan niet terug, Raj. Parwat, Jan Taki Awas. Hoe gaat het met je, Raj? Met mij gaat het goed, meneer Pinas. Ik ben nu in Suriname, je weet het. Het onder mijn volk. En ik heb gezien dat de situatie ook heel slecht is hier. Dus het is noemenswaardig om dat te vertellen aan de mensen in de diaspora. En ook in Suriname. En waar in de wereld ook, zegt u maar. Nee, je bent in Suriname en je hebt geen tijd om nu te praten, toch? Maar meestal, jij bent iemand die je houdt van de media. Je wil heel graag in de media komen. Maar waarom heb je nu geen tijd? Waarmee ben je bezig? Ik rijd nu van Zanderij naar huis. Van Zanderij? Van Zanderij naar Nikiri rijd ik nu. Maar als je wil praten, dan kan. Maar als de verbinding breekt, dan kan ik niks aan doen. Dus je route. Dus je van Zanderij, en hoe rij je dan? Paramaribo, Lelydorp, Paramaribo, Saramaka, Coroni, Nigeri. Gado, jong. Hoeveel uren ga je over doen? Normaal kan dat wel 3 euro. Niet zo lang. Maar hoe zijn de wegen dan? De wegen in Suriname, de passie, zoals ze heten. Slecht, man. Heel slecht ook. Infrastructuur. Heel slecht. Ik heb een Europese auto, maar het is heel slecht. Wat voor auto heel is slecht. Dat dan, een Europese auto? Die mensen zijn zuur, snap je toch? Dat vind ik leuker, hè, dan gewoon als jij thuis gaat zitten. Je bent nu onderweg van Zanderij, dan Milo, interview morgen. Zo vind ik het leuker. Weet je, dan krijg ik live te horen wat je allemaal meemaakt in Suriname en wat er allemaal gebeurt in jouw omgeving. Is toch mooier dan wanneer je... Ben je nu live? We zijn live, toch? We zijn live op de radio, ja. Oké. Als ik een ander nummer geef waarmee je twee landen sim kon bellen, hadden we betere contact. Ik vind de verbinding uitstekend en het contact ook goed. Okay. Ja? Oké, laten we dan beginnen. Zeg maar. Nee man, we hebben jou lang niet gehoord. Ik heb je lang niet gehoord. Raj Parwat alias Jan Taki Awas. De stem van het volk. Jan Taki Awas, hè? Hi, ik ben nu... Ik zal wat vertellen. Kijk, ik ben nu in Suriname. Maar ik volgde vanaf daar ook die koersstijgingen. Die verhoging van prijzen in de winkel. Geen vooruitzicht, niet kunnen bouwen. Ik ben nu bezig met 4 bouwprojecten. Want dat is mijn werk. Ik ben aannemer. Maar ik zie dat Surinamers kunnen niet meer bouwen. Het is heel lastig om voor Surinamers om een huis te bouwen. En dat zijn zaken. En als je zegt van het is bestuurlijk niet goed, dan trap je weer andere mensen op hun staart en zo. En weet je, dat is niet de bedoeling. Maar ik wil wel aangeven wat het is. En de oorzaak mogen de mensen zelf ook een beetje bepalen. Ja, dus begrijp je, Frans? Dus eigenlijk, om schuld naar iemand toe te wijzen, dat beginnen we even niet mee. Maar ik zeg wel, de huidige situatie is namelijk zo dat het volk heeft het slecht. Geen enkel vooruitzicht. Oké. Nee, daar kwam ik straks op terug. Maar eigenlijk ben je nu mijn verslaggever geweest. Je bent nu, ik wil van jou horen. Je bent nu Zanderij. Je gaat nu naar Parapassimerij. Pad van Wanika, no? Parapassi is Pad van Wanika, toch? Ja, welke hoogte? Lelydorp? No paramide, no. Dadelijk Tedoro Lelydorp. Is dat zo meteen Lelydorp, toch? Je weet wie daar woont. Hey, stop ermee, man. Ga je even stoppen. Je weet, de president van Suriname woont, Sandrika Santoki woont in Lelydorp. Jogo, ga je even? Ja, Rozenstraat, ja. Ja, ga je even naartoe? Ik was tussenstop. Ja, hij is opa geworden. Eigenlijk moet ik naartoe. Hij is nana geworden. Hij is nana geworden, ja. Dus eigenlijk moet ik naartoe. Maar ja, goed, ik praat met jou, dan ga ik niet. Ik ga jou niet onderbreken. Oké, dankjewel. Maar je bent op de airport. Hoe ziet die airport van Suriname eruit? En in vergelijking met die jaren? Feestje airport. Het is sterk verbeterd. Het wordt iets serieus. Mooier, netter, schoner. Ja, het wordt...
Ja, het wordt nettere dingen, gestroomlijnd zaken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die bagagebanden, dat kan je eigenlijk overkotsen. Ja. Dat is niks. Maar de uiterlijke van JAP wordt er wel beter van. Van binnen is heel netjes geworden. Het wordt beter. De vooruitzicht is er wel. Mooi zo. Oké. En vooruitzicht ziet er goed uit. Dus kan ik nu concluderen dat het goed gaat met Suriname, economisch? Want jij bent ook ondernemer. Dat is de poort. Die poort van Suriname bepaalt niet de economie. Ben je net in Suriname geland of ben je iemand gaan ophalen op de airport? Ik was mijn zus gaan ophalen. Mijn vader en mijn zus, die zijn er. Oh, dus de hele familie. Dus je bent nu, die familie is bij jou terwijl je live op de radio zit in diaspora. Ja, ze zit achter in de auto. Mijn vader zit aan de auto. Mijn zoon zit naast mij. Dus. Ik pas op dat je bemoeit in politiek nog, Raj? Parwan? Nee, hij bemoeit zich niet met mij. Maar weet je dat jij in politiek zeurt en lult? Weet je wie? Hij is gewoon een wortel van de VHP. Oh, oké. Dus jij bent ook VHP-wortel, toch? Yo. Geboren, getogen, paplepel ingegoten. Ja, wij waren altijd VHP. Ik zeg dat hardop. Mm-hmm. Als mijn vader VHP is, ben ik ook VHP. Maar als ik die wangedragingen vanaf 2000 heb gevolgd van de VHP, heb ik gezegd van ik doe afstand. Maar sinds ik met Bouterse bevriend raakte, politiek, mensen begrijpen mij niet. Ik ben geen vriend van Bouterse van 80 of zo, maar van 2010. Dat is mijn vriendschap. Ik heb gezien hoe hij als president heeft gemanifesteerd. Dan ben ik vrienden met hem geworden. En ik ondersteun zijn gedachten, zijn beleid. Armoede is onze grootste vijand. Dat zijn dingen die ik van hem ondersteun. Maar wat hij privé gedaan heeft, ik weet niks van. Ik wil niet weten. Daar is de kink in de kabel. Jij bent aanhanger van de losse kreten. Armoede bestrijden. De kruistocht tegen corruptie. En dat soort dingen, ja. Ja, van die losse kreten noem ik dat. Maar dat maakt niet zo uit. Maar je bent in Suriname als ondernemer. En hoe zie jij Suriname nu? Als jij kijkt als zakenman. Raj Parwat Jantaki Awas. Ja, als ik als ondernemer kijk, daar ben ik nu mee bezig, is de tsunami hopeloos. Is eerlijk waar, hè? Is hopeloos geworden. Als ik naar de winkel ga, zie ik mensen één lampje kopen, één schroef kopen. Terwijl je misschien 5 jaar geleden kochten ze containers vol, je kon bouwen. En dus dat verschil zie ik. En daarom zeg ik bouw alleen voor de diaspora. De Nederlanders die willen bouwen. Ik woon en werk in Nederland. Dan ga ik naar Suriname voor een paar maanden, bouw ik een paar huizen. Nu ben ik met 7 projecten bezig, allemaal van Nederlanders. Dus dat is het. Als we gewoon de conclusie trekken, ik zal je een verschijnsel vertellen. Op dit moment daalt de koers. Maar alle Chinezen zijn de valuta aan het hamsteren. Alle Chinezen. Zelfs de supermarkt waar je pindakaas kan kopen, die vragen of je euro's hebt. Dus er gebeurt iets in het land wat gaat niet goed. Wat is de koers nu? Zijn er koers in Suriname? 35,85, denk ik nou. Voor die euro? Ja, vandaag heb ik nog gewisseld. Bij de supermarkt, hè? Ja. Supermarkt. Mm-hmm. Als je ineens zit, tik je alle euro's. Dus er gebeurt iets. Ik weet het niet. Er gebeurt iets in het land, wat voor mij ook onbegrijpelijk is, dat de koers zakt. Intussen tijd zijn alle Chinezen die pakken alle euro's. En dat is, vind ik toch een beetje zorgwekkend. Als je kijkt naar Santokki toch en zijn regering, zijn team. Hoe doet hij dat? Meneer Chan heeft goede bedoelingen, laat ik het voorop zetten. Ieder president heeft goede bedoelingen. Alleen die hopeloze achterban en aanhang die hij heeft, die vernietigt hem. Dat is verhaal. Ik heb ook tegen Bouterse gezegd in het jaar 2018. Ik heb gezegd, pres, toen was hij nog president. Ik heb gezegd, u heeft gatenkaas. Ik heb gezegd, en hij trok zich niks van aan. Maar Chan heeft ook gatenkaas, en nog grotere gatenkaas. Want wat ik mee bedoel is namelijk, de mensen die hij om zich heen heeft, die zijn niet capabel om die plannen uit te voeren. Wat hij heeft. Chan is op zich niet slecht. Chan heeft goede bedoelingen. Maar het geheel wordt hij op afgerekend zometeen. Als jij moet als leider moet je mensen uitzoeken.
De mensen hebben zich aangeboden. Ik heb zoveel plannen geschreven naar meneer Chan. Hij had erom gevraagd. Via van zijn mensen kreeg te horen van de president heeft gezegd, nou, je moet je plannen opsturen. Ik heb alle plannen opgestuurd, hij heeft niks van aangetrokken. Hij stuurde Deksteel op me af, hij stuurde Bissamber op me af van, ga met Raas praten. Het is allemaal niks geworden. Dus ik zeg conclusie, ik ben een volger van Bouterse. Ik ben ondersteuner van NDP, maar ik zeg wel, Jan heeft goede bedoelingen. Alleen hij heeft niet de juiste mensen om mee te werken. En dat is zijn probleem. En daarop wordt hij zo meteen afgewezen. Klaar. We gaan met de NDP verder. Nou, dat klinkt al. Je vader gaat boos worden. Je zei net, hè, je pa is VAP. Je bent van huis uit VAP. En je zegt, je gaat met Bouterse verder, NDP? Wij gaan met de NDP verder, ja. Ik in elk geval wel. Omdat de plannen die ik heb, die kunnen alleen met de NDP uitgevoerd worden, want Chan wil niet luisteren. Want ik weet wat Chan doet. Chan mag luisteren wat ik nu zeg. Iedereen mag luisteren. Chan geeft opdracht van, ga met Raji onderhandelen over de woningbouw, bijvoorbeeld. Maar die mannen van hem, die deugen niet. En hij weet dat niet. En dit is het probleem wat iedere president in Suriname heeft. Hij heeft zijn mensen, en die mensen die neppen hem. Chan moet dit luisteren. Ik ga even onderbreken. Ik kom erin. Want Ratsi, jij bent een man die. Je bent hier in Europa vast goed bekend. Je DNA woningbouw, Tori en Suriname. Hoeveel woningen heb jij in Suriname gebouwd? Bouw jij wonen in Suriname? Want daar heb je kennis van. Dat weet ik. Ik ken je achtergrond. Je mik of zo. Hoeveel woningen heb je al in Suriname gebouwd? Want Suriname heeft woningnood. Wat doe jij? Je valt je aan, Anna. Je loopbouwt tussen. Maar wat doet Raj Parwat? Jan Takiawaas. Ik doe persoonlijk woningbouw. Even wat, sleutelklare woningbouw voor de diaspora. Ik heb ongeveer 25 woningen gebouwd. Nu ben ik met 7 bezig. Allemaal voor de diaspora. Ik heb destijds meneer Graanoogst aangeboden. Hij mag ook horen. Ik ben voor niemand bang. Voor 13.000 euro, maar dat was in 2018. 13.000 euro, 2-kamerwoning. 80 vierkante meter. Compleet geleverd namens de overheid. Meneer Graanhoogs kon niets mee of niks gebeurd. Ik heb Chan ook dezelfde plan opgestuurd. Van meneer Chan, 15.000 euro, 70 vierkante meter voor starterswoningen. Wat is hij gaan doen? Wat hij gaat doen is, hij kiest voor simpele zaken. Hij gaat percelen uitdelen. En terwijl hij weet, geen enkel Surinamer kan bouwen. Dus mijn plan is nu, van, we verkopen iemand een woning en dan geven we die grond gratis. En dat plan heb ik uitgewerkt, ga ik met de NDP uitvoeren. Dat wordt mijn politieke stunt. Van waarom moet je op de NDP stemmen? Omdat ik met de NDP... Jan Takiawaas, ik praat met jou niet vanuit politiek. Ik praat met jou vanuit Suriname opbouwen. En if you want bouwen, okay. Als je een huis gaat bouwen in Suriname en woning gaat neerzetten om het woningprobleem of de woningproblematiek in Suriname op te lossen, dan moet je niet kijken naar politieke partij of kleur of zo, maar als je het maar oplost. Nee, maar weet je wat het is? De politiek die is in Suriname in alles. Meneer Chan weet wat... Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. We wouden die goedkope baasgoederenwinkel doen. Hij komt met Foodbasket. Het is een grote blunder, man. Echt waar. Een container opengetrokken. 2 ramen erin gezet. En dan ga je boodschappen verkopen. En dat ding is vandaag open. 3 weken weer niet. En hij kopieert al die ideeën die ik opper. Hij kopieert en alles mislukt. Wel gedacht, moeten we dat doen. Ja, ik moet even iemand afgeven. Nummer 70 of 74, maakt niet. Maar in ieder geval, meneer Pias, ik snap jou wel, maar ik zeg, meneer Chan, als je hem tegenkomt, of je moet hem bellen, zeggen van, kijk, meneer Chan, u moet gewoon rust nemen. U bent de coach, u bent geen spits. En hij denkt dat hij een spits is. Wij zijn spitsen, hij is geen spits. Maar hij zet spitsen niet in. Ik werk voor mijn land. Ik werk voor Suriname. En Bouterse is een poppetje. Chan is ook een poppetje voor mij. Ik werk voor Suriname. Degene die met mijn plannen wil werken, die ondersteun ik. En nu werk ik los van de politiek. Ik heb niks met politiek te maken. Ik bouw particuliere woningen voor de diaspora. Heel goedkoop. Ja, maar de helft van de prijs van Suriname. Ja, ja. Nou weet ik, daarom bel ik met jou. Omdat ik weet, jij doet iets positiefs. Je taktaki. Je kakere hier dit op radio. Maar aan de andere kant... Ben je een man die... Je praat niet alleen, je doet ook. Hoeveel woningen ben je van plan om
dit jaar neer te zetten in Suriname bijvoorbeeld? Ik denk behalve die 7 ga ik nog 10. Ik denk nog 10 bij elkaar. Maar dat zijn allemaal particuliere klusjes. Kijk, als je praat over de inbreng, zeg ik, vorige week hebben wij samen met meneer Satish Jamai en Heman Ramdhani, twee sponsoren, hebben we 30 pakketten aan arme mensen gegeven in verband met Pagua. Dat zijn eigen inbreng, geen politieke rommel. Onze eigen verdiende geld hebben wij met z'n drieën 30 pakketten weten uit te delen. Dat is inbreng. En wat betreft mijn eigen werk, wat ik nu mee bezig ben, is woning bouwen. En is voor de diaspora. En wat gebeurt nu? De brug tussen de diaspora en Suriname is kapotgeslagen. Die probeer ik nu te herstellen. Je bent nu een diaspora talk. Hoe kan je het herstellen, man? Je praat nu met... Minamis de diaspora, want dat... die titel claim Robbie Makka. Maar je praat nu live met Frans Makka Pinas. Makka Snikki is dat, hoor. Nee, in de live. Makka is Makka Snikki, zie. Makka Snikki? Nee, grapje. Luister nou. Nee, maar kijk. Als je iets wil zeggen over Robbie Makka, mag je niet, hoor. Je bent vrij. Live, radio. Ja, toch. Kijk, waarom zeg ik dat de Makka Snikki? Omdat ik zeg, hij is voor ons de diaspora man, zoals hij dat claimt. Maar die man is zo arrogant man, echt is 0,0. En het probleem wat Chan heeft, ik hoor vanuit binnen bij Chan. Vanuit binnen zijn kabinet hoor, ik heb mijn mensen daar ook. Die zeggen van Chan geeft een opdracht en die mensen voelen niet uit. Dus de mensen van Chan zijn hem aan het neppen. Chan kan het nog redden, ik zeg hier keihard op je radio. Ik zeg, Chan kan nog een periode krijgen. Nu nog. Maar Chan moet drastisch veranderen. Chan moet spitsen erbij halen om te scoren. En een van de spitsen ben ik. Misschien wel de grootste nummer 9 van de elftal kan ik zijn. Zoveel plannen. Je hebt een gezicht. Ik heb een achterban. Ja, nee, Raj. You know a spits, hè? Messi. Nummer 9. Je scoort bijna 10. Ja. Waarom kom je dan niet aan bod in Suriname? Ik weet het echt. Niet. Ik strijd voor mijn land, niet voor een politieke partij. Eerlijk waar. Ik strijd voor mijn land. Maar die meneer Chan, vanaf het begin... wat had die Chan gedaan? Chan kwam bij mij thuis in het jaar 2019 met zijn campagne. Hij omhelst mij, zei Raj, ik wil jou hebben. Jij moet komen. Als je bij hem komt, dan herkent hij jou niet. Dus dat was een politieke stunt. Hij is bij mij thuis in Clara Polder is hij geweest. Ik heb beelden daarvan. Hij zei, Raj, ik wil jou hebben. Ik wil jou in mijn team hebben. Ik zei... ik wil graag je ondersteunen, maar dan moeten we plannen hebben. Ik heb plannen, hij heeft hier niks mee gedaan. Hij heeft mensen op cruciale punten gezet. Kijk, nu is het bijna afgelopen met hem, dat kan je best zeggen. Allemaal maffialeden en mensen die... Kijk, bijvoorbeeld meneer Bisamber, simpel persoon. Die heeft zijn vrouw vermoord, heeft hij 5 jaar vastgezeten. Hoe kan jij zo'n persoon het volk toedienen? Dat kan je niet maken, dit soort dingen. Hij heeft hij wel gedaan en dan wordt hij op gestraft. Eerlijk waar, meneer Pinas. Voor mij maakt niemand het uit. Je moet als president voorbeeld geven van, en hij had gezegd, bezitting, we gaan anders doen dan die vorige regering. En hij is er helemaal met zijn dikke gezicht in de modder gevallen. Dat denk ik. Okay. Nee, maar mijn vraag was, jouw plan, Chan is bij jou thuis geweest, hè, in Rotterdam? Nee, in Nikeri. Okay. Wat hebben jullie daar besproken? Wat hebben jullie daar besproken? Wat niet uitgekomen is. Wat hebben jullie besproken? Want het is leuk. Hij is ook thuis bij mij geweest. Maar ik heb niks concreets besproken. Maar als hij bij jou is en je hebt iets besproken. Dan wil ik wel weten. Of het gelukt is. Nou, of het het was gewoon in zijn campagne tijd. Hij komt bij mij langs. Net als hij bij iedereen ging. Hij zegt tegen mij, Raad, ik wil jou in mijn team hebben. Ik zeg prima. Dan kan je hem vragen. Als hij nog een keer bij jou thuis komt. Zeg wat hij gezegd heeft. Raad. En... voor wat gebeurd is met hem, kijk, hij is een onervaren president geweest. En het is gebleken dat hij niks wist. Als ik zo zeg, regeren doe je als Bouterse. En ik zal je vertellen hoe. Hij is echt een coach. Hij kan mensen op de plekken zetten. Al functioneren die mensen niet, maar hij weet de cruciale mensen op punten te zetten. Ik ben aangesloten bij Bouterse te laat. In het jaar 2018 heb ik gesproken, maar toen was het te laat. Zijn val was al bekend dat hij niet zou halen. Dus toen heeft hij niks gedaan. Maar Chan heb ik in het begin gezegd van meneer Chan, wij gaan dit doen, wij gaan dat doen. Wat u heeft beloofd, u moet 3 keer zo hard werken. Want die mensen gaan u pakken. Hij zei, nee, ik heb mijn eigen mensen ervoor en bla, klaar. Ik had gezegd, ik wil adviseur van de president worden. Onbezoldigd, onbetaald.
Dat mag je ook aan hem vragen. Hij zei, nee, ik heb mijn eigen mensen. Nou, Bijzonder, Dijksteel en hele bende. Kijk, conclusie is namelijk, meneer Pinas, niet om hem te bespreken. Hij heeft goede bedoelingen, ongetwijfeld. Hij kan niet zo slecht zijn als mensen hem voorstellen. Hij is een goede man. Alleen, hij heeft geen mensen die zijn ideeën kunnen uitwerken. Of misschien wil hij niet met sterke jongens werken. Onder grote bomen groeien geen kleine bomen. Misschien is dat het verhaal. Dat is de Surinaamse mentaliteit hier. En dat was bij Boutersen niet zo. En daarom heeft hij 10 jaar volgehouden. En deze man haalt 5 jaar nog niet eens vol. Je zit hier een pleidooi voor Boutersen te houden. Wat heeft Boutersen je aangeboden? Per Boutersen, laat me je dat eerst vragen. Waar is Boutersen? Boutersen is gewoon thuis. Waar? Ja, dat zeg ik niet. Zelf weet ik wel waar die is. Ik kan toch niet. Nee, kijk, ik begrijp precies wat jij bedoelt. Het klinkt altijd voor Boutersen. Boutersen komt nooit meer in de politiek terug. Dat snap je toch ook wel. Interpol, al die dingen. Hij komt niet meer terug. Maar zijn gedachtegang leeft in ons voort. De strijd tegen armoede, alle volkeren bij elkaar houden. Dat is nationaal gevoel. Dat is wat Boutersen heeft achtergelaten. Boutersen komt nooit meer terug. Ja. Nooit meer gaat hij verschijnen. Dat weet je toch, hij is bijna 80 en hij wordt gezocht. Hij zit ergens op een veilige plek, wat ik niet weet waar het is. En wij vinden wel dat het zo hoort. Hij heeft zijn werk al gedaan, nu was het aan Chan. Hij heeft overgedragen aan Chan, misschien weten jullie dat niet. Er waren afspraken van Chan, jij moet dit doen, jij moet dat doen, dat voor het volk. Chan is egoïstisch de bal zelf aan spelen en heeft hij in zijn eigen doel gescoord. Okay. Ja, toch? Ja, nee, maar ik luister naar jou. Maar en hoe verder dan? We praten nu, hè, over een kleine 14, 15 maanden. Nou, we hebben verkiezingen in Suriname. Chan, ja. Is er een alternatief? Wie komt dan als Chan weg is? Wie moet Chan opvolgen? Niemand is toch onmisbaar, hè? Maar ik moet die vraag wel stellen. Goed luisteren en meedenken met mij. Ik zeg, Chan moet weg. We moeten Ashwin Adin als leider zetten. En waarom Ashwin Adin? Hij is een jonge knaap. Hij gaat jonge mensen aantrekken. Met wie, ja, goed in debat. En meneer Ashwin Adin moet niet zoveel invloeden krijgen wat deze jongens hebben gehad. Er moet een normale regering komen, waarbij meerdere schakels komen als er beslissingen komen. Dat gezeik wat met deze president is, dat moet ophouden. En daarom zeg ik, ik wil graag Ashwin Adin. Ik weet niet wat de NDP denkt. Ashwin Adin moet komen. Ik weet nog. Als je naar die moet komen. Frans, even een momentje. Nog even, ja. 6 kilometer. Als je naar die, omdat hij jong en dynamisch is en hij heeft ervaring. Tijdens Boutersen was hij eigenlijk president, want hij reisde naar het buitenland. Hij had gesprekken met diplomatieke handelingen. Dus hem. En Chan moet gewoon ingeleverd worden. En waarom? Als voorbeeld. Als voorbeeld van hij heeft niet gefunctioneerd, hij heeft niet geluisterd. En als je niet luistert, moet je de klas uit. Klaar naar huis. En ik zeg nog een keer, hij heeft hele goede ideeën. Hij is een sterke jongen. Hij weet wat hij doet. Maar alleen de mensen die hij gekozen heeft, is fout. En daarop wordt hij afgerekend. Het feit dat hij weg moet, kijk, zijn financieel beleid is toch behoorlijk, laat ik zo zeggen. Het is niet slecht, het is behoorlijk. Alleen, sommige knelpunten maken het weer negatief. Maar zijn plan is goed. Ik ben een eerlijke Suriname. Oké, maar weet je, je roept de naam van Ashwin Adin. Ik denk, ik schrik hier en ik ben niet de enige hoor. Ik zit met de redactie en schaduwredactie. GS. Initialen. Waarom Ashwin Adin dan? Hoe kom je bij Ashwin Adin terecht? Omdat Ashwin Adin is een geschoolde jongen. Hij is echt geschoold. Ik denk academici. Ik ken zoveel mensen in Suriname die geschoold zijn. Raj Parwat, Jan Takiawa, ze zijn zo geschoold. Mijn schoolopleiding is mbo-niveau. Mijn ervaring heeft me tot een hbo-niveau gehaald, bereikt. Dus dat is mijn niveau. En Ashwin Adin zit veel hoger. En ik schat hem echt hoog in, omdat hij diplomatieke gesprekken heeft gevoerd tijdens Boutersen. Dus hij is de enige. En ja, zijn andere eigenschappen, persoonlijke eigenschappen zijn beter. Hij communiceert met mensen. Ik geef mijn voorkeur. Ik zeg niet dat je dat moet doen. Maar ik zeg,
dat er mogelijkheden zijn. Dat is mijn persoonlijke mening. Als je dat heet. Gewoon een jong, dynamisch persoon die het systeem gaat helpen veranderen. Chan is gewoon een tussenregering. Gewoon een tussenregering. Tot grote werk. Straks, ja. Kijk, als we kijken naar Brunswijk. Ja. Nee, maar ik wil. Nee. Voor Sigurd naar Brunswijk, maar daar ga ik ook met jou naartoe. Maar als je zegt Ashwin Adin, dan is NDP moet dan de grootste partij worden. Alles kan. Ja, dat. Ik ben op het veld. En zelfs bij NDP is Ashwin Adin niet de gedoofverfde president, denk ik. Als ik de partij vanuit de buitenkant analyseer. Nee, maar dat is niet aan de NDP om te bepalen. En dat is het systeem wat moet veranderen. Natuurlijk bepaalt de partij toch. De partij kiest toch de lijsttrekker. En de voorzitter. En die voorzitter wordt dan uiteindelijk. Nee, Raj. En die voorzitter wordt uiteindelijk de premier of de president, de lijsttrekker. En dat kiest de partij. Niet... Ja, maar juist dat moet veranderen. Oké. Dat hebben we nu altijd al gehad. Het volk moet eigenlijk de voorkeur geven van: kijk, wij vinden dat Ashwin Adin. De partij moet gewoon zijn mond houden en naar het volk luisteren. Dat gezeik wat we tot nu toe hebben gehad, is gewoon moet ophouden nu. Op dit moment is meneer Abrahams ongeveer de bepalende persoon bij de NDP. Zo'n gevoel heb ik. Maar ik zeg ook dat de partij zijn mond moet houden en moet luisteren naar het volk. En dat is waar ik voor strijd. En met mijn heel veel Europese kompanen en ook Surinaamse kompanen. Veranderen met die donder. Het volk moet zijn voorkeur kiezen en stoppen ermee. Anders kan Chan blijven. Als dat niet verandert, dan hebben we liever dat Chan blijft. Dus wij, meneer Pinas, wij gaan voor de grote verandering. Ik ga niet de NDP aan die zetels helpen en vervolgens die oude shit, dat weer een bejaarde als president wordt aangesteld, dat gaat niet meer gebeuren. Iemand moet een jong, dynamisch persoon die meer jaren mee kan. Als het systeem niet verandert, dan gaat Raad de NDP ook niet ondersteunen. Dat mag je gerust weten. En ik hoop dat heel veel luisteraars gaan luisteren nu, dat ze ook weten wat ik bedoel. Bij de NDP zelfs moet het systeem veranderen. De partij gaat niet meer beslissen. Het volk gaat beslissen. De stemmers gaan beslissen. Adin wordt president of Joe, of mevrouw Simons, of wie dan ook. Maar niet de partij. Dat ga ik niet toelaten. Is mijn taal duidelijk? Nee, ik denk je hebt je punt gemaakt. Dus ik zou het bijna hierbij houden. Hoe lang blijf je nog in Suriname, Raj? Ik ben nog een paar maanden hier. Wat ga je doen in die komende maanden in Suriname? Waarmee ben je bezig? Wat ga je doen? Wat ga je concreet realiseren voor Suriname? Want je bent nu live op Diaspora Radio en Diaspora Talk. Wat ga je concreet realiseren in de maanden dat je nog in Suriname bent? Ik ga proberen, meneer Brunswijk, daar wil ik ook iets over zeggen. Meneer Brunswijk is... iedereen heeft sympathie voor Brunswijk. Iedereen kent zijn situatie. Maar ik hoor geen enkel Surinamer Brunswijk uitschelden. Chan wordt helemaal ondersteboven gescholden. Maar meneer Brunswijk, niemand zegt iets over Brunswijk, omdat Brunswijk een ondersteunend is. En Brunswijk heeft niet zijn best gedaan in die jaren om goede kader te maken, waardoor hij kan uitschieten. Dus hij wordt nooit de grootste partij. Ik denk als hij 1 of 2 zetels krijgt dit keer, dan mag hij wel blij zijn met het nieuwe stelsel. Maar hij heeft op dit moment in handen bepaalde zaken, zoals grondzaken. Als hij met mij wil samenwerken, uit mijn plan uitwerken, kan die groeien met zijn zetels. Want kan ik zeggen, van, kijk, Brunswijk die werkt wel mee met grond. Want ik heb grond nodig om die woning te bouwen en aan die scholieren, aan die jongeren te verkopen. En als hij dat niet doet, dan gaat die 1 of 2 zetels dus aflopen. Dus mijn prognose is namelijk dat een mogelijkheid is tussen NDP en VVP om samen te werken. Maar Chan moet absoluut uit beeld gaan. Deze de andere. Chan, het probleem ligt nu bij de Surinamers, bij Chan. Wat er ook gebeurt, Chan moet van toneel af. Want het vertrouwen in Chan is er niet meer. Dus als een nieuwe coalitie komt, VVP en NDP of NDP-VVP, dan wil niemand dat. Men wil Chan wegzien. Het is keihard om te zeggen, maar dat is de conclusie van de meeste Surinamers. Het is helemaal niet keihard. Er is geen enkel president die daar komt om voor het leven te blijven. Je komt daar, je krijgt 1 termijn, 2 termijn, 3. Maar dat is hem. Als je niet goed doet, dan ben je na 1 termijn weg. Maar dus is niet erg om te zeggen.
Dus ik kan toch vrij, hè, Raj? Nou, ja, president ja, komt af te Libi Takjan moest president tot zijn dood. Maar Tron Viviari heeft 5 jaar de kans gekregen voor Jan Taki Awas. En Juvin heeft het niet goed gedaan in 4, 5 jaar. Dan mag je toch vrij praten? Ja, kijk, het probleem was toen wij in het begin zeiden van kijk, Jan moet weg na 2 jaar. Dan was het niet eerlijk. Hij heeft recht op die 5 jaar. Nou, dat heeft hij nu gekregen. Hij heeft het sterk verdedigd. Hij heeft heel sterk verdedigd dat hij niet weggestuurd werd. Maar nu is het moment aangekomen dat ik zeg, als namens het volk, de stem van het volk zegt van, we willen alles hebben, maar behalve Chan. En waarom behalve Chan? Is dat Chan heeft nooit naar zijn volk geluisterd. Als het slecht gaat in het land, dat kan wel eens gebeuren. Maar dan moet je wel samenwerken met je volk. En Chan is de persoon die het volk heeft genegeerd. En dat gaat ervoor zorgen dat er iets komt. Ik weet, ik heb mijn voorkeur laten zien, duidelijk gemaakt. Maar ik weet uiteindelijk niet wat er komt. Ik mag zo schreeuwen wat ik wil. Als een partij bezit, weet ik niet wat beslist. Maar ik heb een punt gemaakt. Ik heb alle jongeren achter mij. En ik ga doordrukken van het systeem moet ook bij de NDP veranderen. Jonge persoon. Kijk, iedereen wil mevrouw Simons. Ik ben blij. Maar ik ben niet blij met haar leeftijd. Ze mag misschien een goede kandidaat zijn. Dat maakt niet uit, maar... Ik vind haar leeftijd vind ik een probleem. Want hoe lang kan ze mee? Hoe lang kan je regeren? Is vooruitkijken. Hoe lang kan zo'n persoon van 75 of zo, ik weet niet hoe oud ze is, vooruitkijken? Dus ik accepteer dat. Niet klaar. Ik heb binnenkort een afspraak met Raj. Interesseert me geen zak. Het gaat mij om. Het vooruitgang voor Suriname staat voorop voor mij. Anders ga ik lekker naar huis. Nou. We laten het hierbij, of heb je nog iets te melden wat ik niet gezien heb? Waar ben je nu? Welke hoogte? Ja, als je op de snelweg bent van Suriname. Welgedacht A. Welgedacht A zitten we ongeveer. Dan parapassie nog steeds, toch? Ja, ja. Ik kan je als conclusie zeggen van deze regering heeft het niet meer in handen. Ze, buiten controle wat alles wat in Suriname gebeurt. Als ik zeg bijvoorbeeld boodschappen onbetaalbaar, de Chinezen pakken alle euro's en dollars. Dan heb ik al genoeg gezegd dat de regering moet samenwerken met het volk, anders kom je er niet. De sympathie van het volk is meneer Chan kwijt. En dat vind ik zo jammer. En ik heb je nogmaals gezegd, Chan, kan het morgen, morgen is zaterdag. Oh, kom, wacht even. Kerel? Hoi, weet je nog? We zijn live, dus je komt hierbij. Ik wil je bedanken voor je tijd. En goed, ja. We houden het hierbij. Dankjewel. Dankjewel, vriend. Ik kan me altijd bellen. Ik ben hier. Okay. Ja, is goed zo. Dankjewel. Oké, dankjewel. Raj Parwat, alias Jan Taki Awas. Live. En zo doen we dat. In the meantime, between time. Blijf hier. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.